Meestal nemen we hele leuke, gezellige programma's op voor u. Maar er komt natuurlijk een keer een tijd dat u afscheid moet nemen van uw geliefd huisdier. Dat kan op verschillende manieren, dus crematie hoort daar ook bij. Vandaag zijn wij te gast bij een crematorium en om u te informeren wat alle mogelijkheden zijn. Ja, inmiddels zitten we binnen en ik zit tegenover Mark Boers. En ja, jij bent de eigenaar van dit crematorium. Fijn dat we hier even mochten zijn. Ja, hoe lang bestaat de mogelijkheid al dat een dier gecremeerd kan worden? De mogelijkheid tot crematie in Nederland bestaat toch al wel voor mij sinds 1975. Dat de eerste mogelijkheid er was om dieren te cremeren. Ja. Is er veel veranderd in die tijd? Ja, het aantal crematoria is toegenomen. Ik denk dat er inmiddels toch een stuk of 30 in Nederland gevestigd zijn. En de rol van het huisdier is ook totaal veranderd. Vroeger was een hond voor het waken en de kat voor de muizen. En tegenwoordig zijn het gewoon huisgenoten. En hoeveel dieren worden er hier gecremeerd als we even hebben over op jaarbasis bijvoorbeeld? Wij zijn een startend bedrijf, maar je kunt uitgaan dat hier zo'n 1500 beesten per jaar gecremeerd worden. Dat is behoorlijk veel, hè? Ja, het ligt aan hoe je het bekijkt. We werken in een brede regio. Nederland telt toch 2,2 miljoen honden. Nou, met een gemiddelde leeftijd van 11 jaar betekent dat toch dat er 200.000 honden overlijden. Ja, met katten, dat is het aantal nog groter. En dan komen nog de andere huisdieren. Als je dat afzet, dan vallen de aantallen mee. En als je dan inderdaad praat over andere huisdieren, over welke huisdieren praten we dan bijvoorbeeld? We hebben allerlei huisdieren gehad, van konijnen tot dwerghamsters, eekhoorns, egels, geiten, maar ook bijvoorbeeld het tijgertje Sunny, wat nog recentelijk in het nieuws was vanwege die ogenoperatie, is hier geweest. Ja. En als ik dan praat over een paard bijvoorbeeld? Paarden doen wij niet. Wij doen huisdieren tot 100 kilogram. Voor paarden zijn er ook crematiemogelijkheden. Er zijn een drietal crematoria in Nederland die ook paarden cremeren. Ja. Maar dat doen jullie hier dus niet. Jullie zijn echt helemaal gespecialiseerd in honden en katten. Wij zijn gespecialiseerd in de kleine huisdieren. Brengen de eigenaar hun huisdier zelf naartoe? Hoe werkt dat? Er zijn mensen die keus maken. Je kunt hier zelf brengen tijdens onze openingstijden. Buiten onze openingstijden kan ook, maar dan gaat het op afspraak. We halen ook op bij de dierenartsen. Als men aangeeft, halen we bij de dierenarts, doen we dat. En we halen ook op aan huis. En dan zijn de mensen ook aanwezig tijdens de crematie? Of komt dat ook voor? Of is het hier alleen afscheid nemen? Die mogelijkheid bieden we ook als een van de weinigen in heel Nederland. Wij hebben dus de mogelijkheid voor een collectieve crematie en individuele crematie. En als mensen echt aanwezig willen zijn, dus bij het hele crematieproces, wij noemen dat individueel plus, kan men afscheid nemen, starten we ook de crematie waar men eventueel bij is. Men mag net zoveel of weinig zien als men zelf wil. En de as kan direct mee terug naar huis. Wat komt het meeste voor? Collectief of plus? Eigenlijk individueel is eigenlijk toch dat mensen de as zelf weer meenemen. Het zij in verschillende dingen, dat komt het meeste voor. En dan bestaat hier ook mogelijkheden om de as mee te nemen. En er zijn ook verschillende urnen voor. Ja, er is tegenwoordig ontzettend veel op dat gebied. Er zijn urnen, er zijn assieraden, er zijn asringen. Ja, er zijn tig mogelijkheden om een as in welke vorm ook mee te nemen. Maar men kan dat ook gewoon uitstrooien. Komt dat vaak voor dat ze het in een as weer mee terugnemen? Ja, dat is bij ons individueel eigenlijk. Dat is eigenlijk toch het meeste. Ja, ja, ik ben natuurlijk ontzettend benieuwd hoe het allemaal gaat. Mogen we eens even kijken? Ja, natuurlijk. Ja? Dus we gaan even naar een andere ruimte toe, neem ik aan. Ik zal u even de oven laten zien. Okay.
Mart, we staan hier nu bij de oven. Hoe kun jij me even uitleggen hoe dit precies werkt? Nou, zoals je ziet, we zijn nu bezig met de crematie. Die zijn we een uur geleden gestart. We staan nog 7 minuten op. En nou, we praten hier ook over een crematiekamer en een milieukamer. Ja. Nou, hoe gaat de crematie in zijn werk? We starten dit programma afhankelijk van een gewicht. Dat kun je hier zien. We hebben 3 verschillende gewichtsklasses en daar zitten ook 3 verschillende programma's bij. Het werkt eigenlijk niet zo als in een humaan crematoria. Bijvoorbeeld de Heidehof in Apeldoorn heeft dezelfde techniek en dezelfde oven als ons. Ik zal een doorsnede van de oven geven. Het werkt als volgt. We hebben een crematiekamer, dat is dit. En de milieukamer, dat betreft dus met de rookgassen en stank. Het zegt het al, milieukamer zorgt ervoor dat de omgeving geen overlast van ons ondervindt. Rook en stank zijn eigenlijk niets anders als onverbrande gassen. Deze worden naverbrand onder toevoeging van lucht, zeker zuurstof, zodat er een volledige verbranding plaatsvindt. En ja, wat men buiten alleen ziet, is opstijgende warmte. En verder helemaal niks, hè? En verder helemaal niks. Dat is eigenlijk dit gedeelte. Ja, en voor de rest, alles wordt bij ons geregistreerd. Het wordt opgeslagen op de computer en er wordt 5 jaar bewaard. Dat is van de temperatuur tot de zuurstofgehalte, dat is het proces geheel. Dus ook wij kunnen altijd aantonen wat hier gebeurd is. Waarom moet dat 5 jaar bewaard blijven? Nou, voor het allereerste zeggen we altijd, de Belastingdienst wil het graag weten. Maar ook voor de milieuvergunningen en dergelijke. Wat is er gebeurd die tijden? Dat staat gewoon geregistreerd. Hoe lang duurt nou gemiddeld zo'n crematie? Afhankelijk natuurlijk van de grootte. Maar zijn er nog andere dingen waardoor het wat langer kan duren of korter? Ja, de crematie is eerste instantie is afhankelijk van de grootte. Het kleinste programma gaat 3 kwartier en het grootste programma gaat 1,5 uur. Een andere factor is de tijd van de crematie. Als wij op maandagochtend beginnen met een, ja, ik zeg het maar even, koude oven, dan duurt het wat langer dan als we op vrijdag zitten en dat de temperatuur in de oven zit. Hoe warm wordt zo'n oven? Gemiddeld 850 graden. Hier, ja, we zeggen meestal, het varieert eigenlijk tussen de 750 en 1100 graden. Maar een gemiddelde is 850. Maar je zegt zelf net, tussen de 700 en 1100 graden, van waar dat verschil? Het verschil heeft te maken dus weer met het tijdstip. Op het moment, als wij verder in de week zitten en meerdere crematies hebben gehad, zit er meer temperatuur in. Deze oven weegt toch 12.000 kilo, bestaat hoofdzakelijk uit vuurvaste beton en stenen. En daar zit warmte in en dat komt weer terug. Dan de tweede factor is, ook een dier levert energie. En heeft men een groot dier, of als men een collectieve crematie heeft van meerdere dieren, dan wordt er energie, komt vrij bij de verbranding. En die zorgt dus dat de temperaturen hoger gaan. Mart, als we praten over collectief cremeren, over hoeveel dieren praten we dan? Collectief is niet zo collectief als mensen vaak denken. We kunnen tot 100 kilo, dus eigenlijk opgeteld tot 100 kilo. Meestal praten we gewoon over 3, 4 dieren. Soms zijn het er 2, gebeurt binnen 48 uur en soms is het ook wel eens eentje alleen. Als het crematieproces helemaal klaar is, wat komt er dan precies uit de oven? Nou, dat zal ik u laten zien. Loop maar mee. Aan het eind van het crematieproces open ik deze deur. Klap ik dit plateau. En neem ik een aslader zoals die aan deze zijde staat. Daar op de grond staat een aslader. Dan zie je in de hoek een bezem en een schraapijzer. Daarmee halen wij de restanten uit de oven. Dat is nog geen as. Heel veel mensen denken dat het as is. Het zijn witte potjes. Het zijn witte botjes, zoals ik al zeg. Ik kan het hier laten zien. Het zijn gewoon delen. Sommige delen zijn herkenbaar, zoals dit is een ruggenwervel. Het is allemaal licht en broos. Deze delen worden dus uit de oven gehaald en die worden vervolgens verfijnd in deze cremulator of asmolen. Nou, wat hier vervolgens weer uitkomt, dat zit in een ander potje. Dat zal ik pakken. Ja, pak maar.
Dat ziet er zo uit. Het zijn dus gemalen botjes. Het is hier hoofdzakelijk kalk. Het is wat witter als bij humane crematies, omdat ja, de dieren gaan natuurlijk eigenlijk de oven in. En dat is wat de mensen ook direct kunnen meekrijgen eventueel. Nou, we hebben net het proces helemaal gezien. Wat volgt er dan verder op? Nou, dan gaat de as vervolgens in een asbus. Afhankelijk van de grootte van het huisdier en de hoeveelheid as hebben we daar 3 maten in. En ja, we zetten dan de naam erop en dat betreft dus met, in dit geval is het Candor, als het met individuele crematies betreft. Men kan ook kiezen voor een urn. Als mensen zelf brengen kunnen ze de urn uitzoeken. U ziet daar al een paar urntjes staan. Het kan ook als mensen de as komen ophalen, kunnen ze ook een urn uitzoeken. En dan doen we dat meteen over. En we hebben ja, een heleboel urnen en sieraden op voorraad. Stel dat er eigenaren hier niet bij willen zijn. En we hebben hier ook mensen zien weglopen. Ze hebben even afscheid genomen. Maar ze willen wel de as graag thuis hebben. Hoe gaat dat dan? Wordt dat opgehaald of brengen jullie dat? Hoe werkt dat? De as kan op 3 manieren. Zoals je al zei, ze kunnen zelf ophalen. Heel veel mensen kiezen daar ook voor. Willen toch weten waar hun huisdier gebleven is. We kunnen terugbezorgen bij de dierenarts. En we kunnen het ook opsturen naar een huisadres. En dat gaat uiteraard aangetekend. En als ze dan kiezen voor een sieraad wat ze graag bij zich willen dragen, wordt het dan gelijk gedaan? Hoe werkt dat? Sieraden, heel veel hebben we op voorraad, dan doen we dat ook meteen. Als men praat over een asring, ja, dat is toch maatwerk, dat moet besteld worden. Ja, we staan hier bij de vitrine waar allerlei sieraden in staan, maar ook urnen. Ja. Misschien wel een rare vraag, maar de geliefde urn, dat is natuurlijk heel erg persoonlijk. Maar waar kiest men over het algemeen voor? Ik denk dat ik beter kan vertellen wat eigenlijk het verschil is in de urnen. Je hebt deze kast is bijvoorbeeld zijn messingurnen. Hebben het voordeel, ze kunnen gegraveerd worden, maar ook met kleine kinderen of iets dergelijks. Ze kunnen ook een keer vallen. Het klinkt misschien een beetje vreemd, maar het gebeurt. Buiten het feit dat ze gewoon mooi zijn. Hier heb je keramiek, ook ja, weer wat aparter. En ook ja, van modern tot heel ja, klassiek. Verschillende smaken, verschillende kleuren, verschillende groottes. Dan hebben we het echte pottenbakkerswerk hier, het bovenste gedeelte. Onderste gedeelte, dat noemen wij de eco-urnen. En wat zijn dat voor urnen? Ja, dat zal ik u vertellen. Dat is ook iets wat we geïntroduceerd hebben eigenlijk en ook een eigen lijn in hebben. Dat zijn urnen die zijn via een speciaal droogproces gemaakt. Ook alles met natuurlijke kleurstoffen en dergelijke. Sommige mensen willen niet direct de as afscheid nemen, maar ook niet een urn die tot in lengte van dagen er staat. Een eco-urn is een urn die kun je onbeperkt thuis bewaren. Op het moment als hij besluit om te begraven, dan lost hij weer op. En is hij weer één met de natuur. Ja, en de sieraden. Hoe zit het daarmee? Nou, ik ga nog even de lijn van de urnen even door. Dan hebben we ook nog buitenurnen. Daar staan er daar een paar op de vloer. Ik weet niet of de cameraman er toevallig bij kan komen. Dat zijn dus buitenurnen. Nou, dat is ook heel mooi voor in een tuin. Dat is eigenlijk de grote lijnen van de urnen. De sieraden, die heb ik hier. Ja. We hebben verschillende sieraadjes hier, maar uiteraard hebben we hier ook nog ja, een aantal. En het varieert van ringen. En alles dus wat op voorraad is, kan ja. Dus gelijk verwerkt worden. Ja. Maar als ik dan bijvoorbeeld zo'n hangetje zie, dat zal ook dichtgesoldeerd moeten worden. Doen jullie dat hier ook? De meeste hangetjes zijn allemaal met een schroefje. En het schroefje halen wij eruit, we vullen het met as en vervolgens gaan we dat schroefje boren met een schroefdraadlijm. Ja. Dus we hoeven niet te solderen. Je houdt, ja, als je dus een heel klein stukje of een beetje as mee naar huis wil nemen door middel van een sieraad, dan blijft er natuurlijk een stuk over, een stukje misschien. Strooien jullie dat hier uit? Nee, wij strooien niet hier uit, dus met oog op de toekomst. We hebben een stuk bos ter beschikking. En daar strooien we altijd alle as uit, ook van de collectieve dieren. En er bestaat nog de mogelijkheid dat mensen zeggen van dat wij het uit moeten strooien en dat ze graag bericht willen hebben, dat ze exact weten waar het huisdier is uitgestrooid. Dat kan ook nog. Dus mensen zijn helemaal vrij wat ze doen met het afscheid van hun dier? Ja, mensen hebben een hele grote mate van vrijheid om gewoon
hun hart te volgen zoals ze zelf denken van, zo wil ik het afsluiten. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor de gastvrijheid en voor al deze informatie. Want ik denk best wel dat het voor vele mensen heel erg belangrijk is om ook op een waardige manier afscheid te nemen van hun geliefde dier. Graag gedaan. Als ik straks oud, ziek en zwak en pijnverjaagde slaap, als onrust neemt van mij bezit, doe dan wat onvermijdelijk is en laat mij gaan. Laatste goede daad. Beslis voor mij en wees niet laf. Pas eigen liefde bij de vriendschap die ik gaf. Of uitstel tot het beter past bij een verloren strijd. Ik ben niet bang tijdens de laatste gang. Jij loopt niet weg. Je kijkt me aan. Je noemt me bij de liefste naam en houdt me stevig vast. Vandaag voor het laatst groet ik je met mijn hondenstaart. Wat jij liet doen, deed jij voor mij. Je hebt me nog meer pijn bespaard. Voor zinloos lijden mij bewaard. Een zwaar besluit? Nee, heul nu niet. Een wijs besluit. Dat werd gegrond op een uniek en oud verbond. Jij bent mijn baas en ik jouw hond. En dit was weer een nieuwe aflevering van Dier in de Kijker. Ja, het was natuurlijk niet een van de vrolijkste programma's, maar dit hoort ook bij het afscheid nemen en bezoek brengen aan het crematorium. Wij hopen dat we u voldoende hebben geïnformeerd. Er rest mij nog in ieder geval even de website te benoemen. En dat is www.hdc-oost.nl. En als u die bekijkt, kunt u alle informatie daar ook nog een keertje op terugkijken. Heel erg bedankt voor het kijken naar dit programma. Volgende maand zijn we er weer, of over 4 weken moet ik zeggen. En hebben we weer een heel vrolijk programma voor u. Graag tot dan.